Yo guys, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien wat ik nog gebruik voor te gamen. En ja, er zijn retro spullen bij. Er zijn heel veel retro spullen bij. Ja, zoals een PSP. Dus ja. Zullen we maar snel induiken. Als eerste heb ik hier een blauwe PSP liggen. Ja, er zit momenteel geen game in. Dus ja, daar heb ik jarenlang gebruikt om mee te gamen. Nu nog eigenlijk soms zo'n keer. Ja, dus ik denk dat het de 2000 serie is. Ik weet het niet juist. Dan heb ik hier nog FIFA 08. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. FIFA 08. Dan FIFA 13. The Sims 2. Midnight Club 3 Dub Edition. ATV Offroad Fury Pro. Ja, daar is het. Gran Turismo. Burnout Legends. Dexter. En Lego Pirates of the Caribbean, de videogame. Die gebruik ik vooral om te gamen. Gebruikte ik vroeger om te gamen. Ik ga eens kijken op mijn PSP. Als die nog opgeladen. Oh, die is nog opgeladen. Ja, ik heb die week nog opgeladen. Ik zie wat er nog van muziek op staat. What the fuck? Zonder rare muziek op. Band A30. Do they know it's Christmas time? Oeh. Er staat nog heel goede muziek op zelfs. En ik ga geen. Ja, zoals Gerspadoel en zo stond er ook nog op. Eventjes naar save games kijken. Mijn laatste save game is van 2017, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Wacht, ik doe daar mijn camera even zo. Dus guys, mijn laatste save game is van 2017. Speler 8, standaard de Liège. Dan nog eens, ja. Sense Me Channels. Midnight Club 3. FIFA 08. FIFA 08, Gran Turismo, FIFA 13, zonder is van Team SV, de Team SD, Paris of the Caribbean, Midnight Club 3 terug, ATV Offroad Fury Pro, The Sims. Jack and Dexter. Dat is een demo. Dat is een demo. Burnout Legends. Dexter Brewery. Dat is dus doorgeraakt. Transit System. Dan ja, de Digital Comics. Eens kijken. Wat er op de memory stick staat van games. Oh, hier is Gran Turismo. Iets van Gran Turismo Carpack of zoiets. Maar ja, mijn PSP is aan het doodgaan, dus. Ik zie dat er een video op staat. Hello. Movement Paris. Oh my goodness,
Ik hoop dat dit geen copyright strike krijgt. Dit was dus een beetje een walkthrough. Ja, een walkthrough. En ja, jullie kunnen mijn retro games zien. Het is eigenlijk zo'n beetje retro nu op dit moment. En dat komt helemaal terug in, een PSP. Iedereen wil dat terug. En ik ben blij dat ik er nog altijd één heb. Hij is even groot als mijn gsm. Dus ja, wat doe je eraan? Maar ja, het was fijn om jullie een walkthrough te geven door mijn PSP. Het was echt een, ik heb die al jaren. Ik heb eigenlijk al een paar jaar niet aangeraakt, nu heb ik die gezien. Ik zei van, video idee. Dus ja, nu hebben jullie een walkthrough gekregen, dus door mijn PSP. Mijn FIFA 08 er nog bij, mijn oudste game geloof ik. Mijn oudste game, dat is Gran Turismo geloof ik. Maar ik ga binnenkort nog eens kijken naar de nieuwe games van PSP. Allee, nieuwe tweedehandse games van PSP. Misschien kom ik daar wel op een kanaal uit. FIFA 12 of zo. Of... ik weet niet. Vond je deze video tof? Vergeet dan hier niet te liken. Hieronder te reageren. Of dat jullie misschien een walkthrough door mijn Xbox willen. Dan ga ik wel eens zien voor een, ja, zo'n, ja, ik weet niet hoe dat noemt, zo, iets aan in de e-shop kunnen steken. Maar, heb je genoten van deze video? Reageer, like en abonneer als je nieuw bent. Bijna, meer dan 130 abonnees. Doe ik misschien een livestream. En, zie jullie guys volgende keer in een nieuwe video. Gaat weer een vlog zijn. Maar met wat of hoe of wie of wat. Heb ik nog geen idee van. Ik zie jullie guys in de volgende video. Tot dan blijf ik. Hier voor je altijd Dylan. Ja. Doei.